Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Hogwarts Legacy. Het is eindelijk weer tijd voor mij om te spelen. Ik heb gisteren de hele dag niet kunnen spelen, dus ik ben excited. Wat we vandaag gaan doen is, we gaan kijken of we wat, want we moeten natuurlijk level 22 worden om te kunnen progressen. Ik wil eigenlijk level 2 locks gaan unlocken. En daarvoor moeten we wat demiguys statues gaan vinden. En ik weet er een aantal te zitten. Ik weet alleen niet of ik het nu nog weet. Ik weet dat er in de Great Hall er als het goed is eentje was. Dus laten we hier naartoe gaan. En dan gaan we kijken of we naar de Great Hall kunnen komen. Daar was er in ieder geval één. En in Professor Fig's kantoor is er als het goed is nog één. En ergens beneden in de school, maar ik weet niet zo heel goed meer hoe ik daar kwam. Dus we moeten even kijken. En in de library is er ook nog één. Dus dat zijn in ieder geval een aantal die... Die we eens even kunnen gaan fixen. Dit is de weg naar buiten als het goed is. Ja. Gaan we kijken naar de Great Hall. Want daar zijn we op zich nog helemaal niet geweest volgens mij. Even kijken. In Snoopy. Oh, dit is de verkeerde knop. Dat blijft er gewoon in. Revelio. Off on another adventure, are we? Zeker, zijn wij of naar een adventure. Hé, hey, nu is Foppe hier weer. Jongen. Ik weet nog steeds niet hoe die dingen werken. Ik heb een idee trouwens, dat heb ik nog niet geprobeerd. Aha! Kunnen we er nu mee? Lumos. Het zal wel. Ik weet in ieder geval hoe het werkt nu. Even kijken. We zijn in de Great Hall. Dan is er als het goed is ergens een klein kamertje. Even kijken. Oh, hier heb je in ieder geval een level 1 lock. Die moeten we sowieso even gaan openen. Oh, fuck. En we moeten het even 's nachts maken. Kijk, hier heb je een demiguys. Dus dan moeten we naar de map. Maken we het 's nacht. Kijk, nu kunnen we de demiguys ding oppakken. Rebellion. Kijk, hier nog iets. Oeh. Een nieuwe wand ding. Dit is wel even interessant, want dit vlammetje moeten we even pakken, want dat hebben we nog niet eerder gedaan. Hier hebben we Sebastian. Daar moeten we sowieso ook nog een keertje voor op pad. Kijk. Hoe zat het ook weer zo? En dan zo. En dan kunnen we weer een blaadje pakken. Alohomora. Zo. Ik ben benieuwd wat er bij een level 2 lock, of ik dan andere dingen moet doen. Revelio. Sebastian weer. Oeh. Die hadden we ook nog niet. Die komen voor de 100% dingen ook goed van pas. Lumos. Aha. Weet ook meteen hoe dat werkt. Oh, oké. Interessant. Rebellion.
Zo'n ding hebben we nog niet gebruikt. Welke was dat? Dat was Levioso, hè? Die zijn ook wel heel veel tegengekomen. Hebben ook nog niks mee gedaan. Dus het zijn weer leuke, interessante dingen. Ik heb, zoals jullie merken, een beetje mijn onderzoek gedaan. Dan gaan we naar de map. En dan gaan we... we hebben nog eentje in de library te vinden, geloof ik. Nog in Professor Fig's room. En nog ergens dat je heel erg ver naar beneden moet lopen. Maar dan moet ik even kijken waar dat is. Want dat weet ik zo niet. En anders moeten we in Hogsmeade gaan kijken. En daar weet ik ze niet te zitten. Maar er zouden er als goed is 9 moeten zitten daar. Zo. Kijk, die moeten we pakken. Monies, die zijn altijd fijn. Doorlopen. Ik weet niet of we nou te ver lopen, maar we kijken wel even. Nou, open. Ah, hier is hij. Oké, dan gaan we nog in Professor Fig's kantoor. Dat is niet hier. Is dat hier? Nee. Is dat hier? Nee. Hier? Nee. Hier? Ah, ja. Professor Fig's Classroom. Daar zouden we ook nog een moeten zetten. En er zit er nog eentje in de school die we kunnen pakken zonder een level 2 spreuk te moeten gebruiken. Oh ja, moet hij naar binnen. Zo, die hebben we ook. Moeten we er nog een aantal? Even kijken, we zullen die quest wel eventjes aanvinken. Man Behind the Moons. Oh, hij is hier in de buurt, denk ik. Dus dan gaan we alvast heel eventjes wat returnen bij hem. Dat we in ieder geval kunnen zien hoe ver we zijn. Even kijken. Hij is hier. Je moet eerst je iPhone ontgrendelen. Stil. Ik ga mijn iPhone niet ontgrendelen. Een Faculty Tower. Dan gaan we eens eventjes kijken. Hoeveel demiguys moons er nog aan hem moeten geven. Hello, Mr. Moon. Oh, greetings. Any luck removing some more of those demiguy statues? Zeker. I actually have some moons for you. I cannot thank you enough. If you could just find a few more, I'd be so very grateful. Ik ga mijn best doen. I'll keep an eye out for more demiguy statues and see if I can bring you more moons. You are to be commended for your bravery and valor. Dank je. Especially since they can only be collected at night. We zitten nu op 6, dus we moeten er nog 3. Er zou er eentje nog in de school moeten zijn waar we nu op dit moment bij kunnen. Het zou alleen helemaal beneden in de Astronomy Tower zijn. Even kijken. Of nee, onder in de Bell Tower. Nee, in de Astronomy Tower volgens mij. Nee, ook niet. Ik weet het niet meer. In de Bell Tower dan.
Wacht, er was er eentje. Nee, ik moet er nog eentje buiten. De buitenkant zijn. Was dat hier? Nee. Ik kan als het goed is nog ergens meer aan de buitenkant. Hier is ook. North exit. Daar was het in de buurt als het goed is. En dan kon je ergens langs een trap lopen en dan een deur in. En dan is er als het goed is nog eentje waarvoor je naar beneden kan lopen. Dus als het goed is zijn er nog twee waar we op dit moment bij kunnen. We moeten wel gewoon hier zijn. Ik herken het alleen even niet als ik zo kijk. Quest update, the summoner scored match 1. Revelio. Hier in de buurt waar ik naartoe moet. Accio. Revelio. Dit ziet er niet bekend uit. Dat is kut. Vlieg wel even langs het... Langs het gebouw of langs het kasteel, dan zie ik misschien vanzelf iets bekends. Vooralsnog niet. Is het hier dan? Echt, het is helemaal onbekend voor mijn gevoel. We gaan hier wel even naar binnen. Even kijken. Oh, dit is de Great Hall. Oeps. Dat is wel interessant om even te doen. Waar is die vliegende page? Nou, dit kunnen we in ieder geval doen. Oh. Nice. Dan zou je er nog een. Ah ja. Nice. Oké, nou dat hebben we in ieder geval gedaan. Verder komt me dit niet heel erg bekend voor. We moeten ergens beneden ver naar beneden lopen. Ik weet niet zo goed waar, als ik heel eerlijk ben. Even de map erbij pakken. Een van die towers dacht ik, maar dat was niet Astronomy Tower. Volgens mij was het de Bell Tower Wing. Bell Tower Courtyard misschien. Je moest ook iets vanaf buiten doen, maar dat weet ik echt niet meer waar dat precies was. Hier dat je ergens naar beneden kon. Dit ziet er niet echt uit als naar beneden. Dit ziet er vooral uit naar boven. Allee. Oeh, kijk.
Hier naartoe dan misschien? Oeh, dit is wel naar beneden. Oh ja, dat was dat rare dingje. Hier ga je nog meer naar beneden. Dit is interessant om wel even te doen. Lumos. Revelio. Oh, hier is een demiguys. Lol. Ah, is een level 2 lock. Dus hier die mogen we nog niet pakken. Of die kunnen we nog niet pakken. Kutzooi. Dan moeten we hier even weg. Dat is een level 2 lock. Interessant om over na te denken hoe dat precies zit. Ik zou wel ergens nog verder naar beneden moeten kunnen, dacht ik. Weet je wat, we gaan wel naar Hogsmeade. Alleen we moeten nog 3 van die cutmoons hebben. Ik hoop dat we die even makkelijk kunnen krijgen in Hogsmeade. Want daar heb ik echt geen idee waar die zit. Ik heb hem wel een keertje horen roepen dat ik dacht van shit, waar zit hij? Want toen zag ik hem helemaal niet. Revelio. Lumos. Revelio. Oké. Hier hebben we de vlinder. Lumos. En daar hebben we een interessante kist waar we zo even naartoe moeten lopen. Hey, en level 22. Dus in theorie zouden we door moeten, maar ik weet niet of dat de path to go is. Op het moment. Dit wel. Het ziet eruit als een plek waar je naartoe wil. Kijk, nice. Dat is een lock. Revelio. Moet gewoon met Revelio langs huizen lopen en dan. Oeh, een unidentified item. Kunnen we hier al in? Oh nee, is een level 2 lock. Oh, damn it. Level 3 lock zelfs volgens mij. Dat is een lock. Dit is een level 1 lock volgens mij. Ja, deze kunnen we openen. Hello, Gamora. Nice. Revelio. Hey, nice. Hoor een pling. Level 2 lock. Revelio. Level 2 lock. Level 2 lock.
Voor twee lok. Ja. You got a chest. Zakje. Bombarda dan misschien equippen? Bombarda. Revelio. Huh. Bombarda. Repulsor. Incendio. Hmm. Revelio. Interessant. Een zak, ja, die zijn het minst interessant, maar ja. Dan komen ze in ieder geval niet meer op een Revelio af. Het is sowieso misschien even slim om het weer nacht te maken. Of eerst even world map. Hier, we hebben 1 van de 9 statues gevonden. Er zouden nog 8 statues moeten zijn. Capacity is vol. Nu moet ik gaan verkopen. Ik weet niet of dat 's nachts ook kan. Even kijken. Waar zit ik? Waar is de eerste shop waar wat te verkopen valt? Hier. You're back. Nice to see you again. Ik wil graag verkopen. Sell. Die niet. Sell. Die niet. Sell. Sell. Oh, die niet. Oh, wacht, die is beter. Dan kunnen we die cellen. Oké. Thanks for stopping by. Hope to see you. Even andere gear aantrekken. Oh. Gear. Die is beter. Die trekken we aan. Die doen we op. Oké, nice.
in ieder geval weer goed equipped. Revelio. Level 2 lock. Level 2 lock. Hé! Hey. Hij heeft het hier over een demiguys. Waar is het beest? Ah, oh, daarboven. En daar kunnen we nu niet in, want het is voor een level 2 lock. Kutzooi. Allemaal moeilijke locks, echt super kut. En ik moet er nog twee hebben om die level 2 locks te mogen en kunnen doen. Deze kunnen we open of niet? Oh nee, ook level 2. Twee lok. Nou. Deze kunnen we openen. Ja. En ik zag volgens mij een demiguy statue hier staan. Dus dat is in ieder geval weer één. Moeten we nog eentje vinden? Er moet er toch wel eentje zijn waar we bij kunnen. Oké, nice. Revelio. Er ligt veel zo te zien. Oh, dat eentje is buiten. Hey, daar hebben we een demiguy statue. Nice. Heel fijn. Hierboven is ook wat, die gaan we wel pakken, want dan komt hij ook niet meer op de radar. Er staat er hier een buiten om de hoek. Met zijn oogjes zo fijn zijn, is het gewoon weer 500 monies. Ja, nice. Eerst naar binnen gaan. Wat is het? Ah! Zijn beesten. Revelio. Eén demiguysje, we kunnen het. Any more cozy than Hogsmeade? Ik geloof in ons. Dit is een level 1? Nee, level 2 lock. Level 2 lock. Revelio. Nou, er is wel een level 1 lock hier in Zonko's. Dus dat is mooi.
Top. Revelio. Nee, hier binnen niets. Oké. Okay. Kunnen door naar de volgende. Oh. Dit is zeer sad. Ik hoef nog maar één zo'n damn guy's moon te hebben. Revelio. Ik denk dat we de volgende aflevering doorgaan met het zoeken naar die laatste Demiguy's Moon, zodat we level 2 locks kunnen openen. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Adios, amigos.